Wat ik eigenlijk niet mag zeggen. Maar wat de meeste mensen eigenlijk doen die 40 kilometer lopen, is stiekem. Hey, wat leuk dat je kijkt naar vlog 15. We zijn aangekomen in Hilversum, waar ik een rondje ga hardlopen met Koen de Jong. Hij is samen met Stans van der Poel auteur van het boek De Hardlooprevolutie, waarin ik eerder in vlog 8 ook al over vertelde. En hij benaderde mij een week of twee geleden van: heb je zin, wat een leuke vlogjes, en heb je zin om een rondje te gaan hardlopen? Nou, laten we dat maar gaan doen. Ga je mee? We zitten hier met Koen de Jong op een bankje. En nou, Koen, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is: kan je ons eens terugnemen naar dat moment dat je dacht, weet je wat, marathon trainen, je hoeft eigenlijk maar 14 kilometer te lopen. Ja. Ja, voordat we van Koen de Jong gaan horen waarom 14 kilometer toch echt ver genoeg is om te trainen voor een hele marathon, eerst maar even wat context. Als je mij nu voor het eerst ziet, mijn naam is Gerrit Heikoop en tot voor kort had ik een hekel aan alles wat te maken had met duursport. Maar ergens in het afgelopen jaar, dat is 2017, ben ik verliefd geworden op triathlon. En om te zorgen dat ik de hele winter door ging trainen en dat ik mezelf fit ging houden, heb ik als een soort crazy ultimate goal me ingeschreven voor de Marathon van Rotterdam. Let wel, het verste wat ik ooit tot nu toe heb gelopen is 15 kilometer bij de Zevenheuvelenloop. En die Marathon van Rotterdam train ik voor met het sportrustenschema. Even speciaal welkom aan Lies V18 en PJ van der Linden. Dat klinkt nog wat anoniem, maar zij zijn in ieder geval de mensen die gereageerd hebben op mijn vorige vlog, vlog 14. En PJ van der Linden, jouw eerste triathlon gaat helemaal goed komen. Ik ga je in de komende weken nog wel wat tips met je delen over wat ik heb geleerd in mijn eerste triathlon. En Lies, wat leuk dat jij ook op weg bent naar Rotterdam voor je eerste marathon. En mochten jullie nou nog meer mensen kennen die voor het eerst gaan deelnemen aan een marathon in Rotterdam, deel dan vooral even deze video met ze, want samen reizen is natuurlijk leuker. Genoeg gekletst, laten we snel teruggaan naar dat bankje in het bos bij Hilversum. Ja, dat was wel een grappig moment. Ik was met Stans een boek aan het schrijven, ik hardloper. Op een gegeven moment dacht ik, dat boek is wel een beetje klaar. Toen zei Stans, joh, we moeten ook mijn 14 kilometer schema nog meenemen in het boek. En wat zij zei, joh, het is een beetje raar wat er de afgelopen jaren gebeurd is met marathontraining. Want we hebben gewoon die oude schema's uit de jaren 70, uit de jaren 80 gepakt. Maar die marathonlopers zijn heel erg veranderd. In de jaren 70, in de jaren 80 liep je marathon binnen 3 uur. Dus je hoorde niet bij een snelste kleine plukkie, nee. Je hoorde dat gewoon, waren dat de marathonlopers, die liepen marathons in 3 uur. Nou ja, en nu zie je natuurlijk dat 4 uur over een marathon doen, dan zit je nog steeds bij de snelste helft. 5 uur over een marathon doen is helemaal geen uitzondering meer. Dus er zijn ontzettend veel marathonlopers bijgekomen die veel langer over die marathon doen. Nou, wat gebeurt er dan met die trainingen? Ja, als een toploper 30 kilometer gaat trainen, is die na 1 uur en 3 kwartier terug. Is hij binnen? Kan hij gaan rusten? Ja. Ja. Ik bedoel, als gewone stervelingen 30 kilometer gaan trainen, duurt zijn training 3,5 uur. Dus eigenlijk laat je mensen met veel minder aanleg, hoogstwaarschijnlijk ook met een wat mindere kwaliteit van herstel, laat je veel langer trainen. Stans zegt, joh, dat is niet logisch. Kilometers terug. En hoe kun je het dan compenseren? Door de kwaliteit van je training omhoog te krikken. En dat is het geheim. Dat je voorafgaand aan het traject vaststelt, joh, wat is je marathonhartslag? Zodat je heel gericht voor wat je gaat doen bij de marathon veel kilometers maakt. En de kwaliteit van je herstel blijft overeind, omdat je minder kilometers maakt. De essentie is grappig, want ik dacht, in vlog 8 heb ik het een beetje geïntroduceerd en samengevat, ik dacht dat de relatie was korter trainen, maar vaker. Maar je zegt, het gaat eigenlijk niet om die hogere frequentie. Nee, want bij reguliere schema's loop je ook 4 keer in de week. Loop je ook 4-5 keer in de week. Oké, okay. Dus het gaat juist, de essentie zit hem in dat je in die lagere hartslagzone traint. Nou, het is niet of zozeer juiste, lager, ja, want ja, ja, voor mensen die 5,5 uur doen over een marathon, voelt die hartslag als laag. Maar ja, voor mensen die die marathon in 3 uur lopen, is die marathontraining gewoon wikkelen en aanpoten. Want dan moet je echt wel degelijk met een hoge hartslag lopen. Klinkt heel logisch, maar ja, heel weinig mensen doen dat of zijn zich ervan bewust dat als je 5 uur over een marathon doet, ja, moet je met een lagere hartslag lopen om zo lang überhaupt fysiek bezig te kunnen houden. Ja. En dan niet in absolute zin lager, maar lager ten opzichte van je eigen persoonlijk omslagpunt. Nou, wat het voor je betekent als je maar 14 kilometer loopt, komt zo meteen in deel 3. Ik ga het zo meteen eerst even met Koen de Jong hebben over het feit dat ik het gevoel heb dat dat sportrustenschema mij veel te hard laat lopen. Maar zelfs voordat ik je dat ga laten zien, even een belangrijke disclaimer. Goed om te weten dat al deze vlogs komen helaas nog tot stand zonder
een betaalde samenwerking, ook zonder gekregen producten. Noemde in de inleiding al wel even dat Koen de Jong mij benaderde om samen te gaan hardlopen, maar het was verder mijn keuze om daar een vlogje over te maken. Alles wat ik hier zeg, zeg ik uit puur enthousiasme. Snel terug naar het bankje. Waar ik tegenaan loop, ik ben dus nu op dag 52 van het 100 dagen sportrustprogramma. Ja. Ik heb een inspanningstest gedaan, ik heb hartslagzones gekregen. En die hartslagen die ik meekrijg, want zo werkt dat voor degene die het schema niet kennen, ik krijg dan, nou, je moet dinsdag 10 kilometer hartslag in mijn geval 170 lopen. En ik heb ook jouw boek gelezen waar het veel gaat en dat is dan blijkbaar, snap ik nu beter, gericht op wat recreatieve lopers. Waar je zegt, rustig aan, langzaam is niet gek, weet ik dan. Ja. Ik merk, als ik op 170 moet komen, jongen, dan moet ik keihard lopen. Dus waar bij mij verwarring over ontstaat, en dat kun je misschien nu dan ophelderen, en wat ik ook herken met mensen om me heen, dat ik denk, sport rustig, schema rustig aandoen. Ik moet de pleuris lopen om die hartslag te halen. Ja, dat voelt dat helemaal dus niet rustig aan. Kijk, sportrusten aan zich is gewoon, joh, 3 keer in de week lopen, 2 keer in de week duurt 2, 1 keer in de week vogels kijken, ademhalingsoefeningen erbij voor een goede basis om je fit te voelen, om op gewicht te blijven. Maar op het moment dat jij zegt, joh, ik wil die marathon lopen en je zegt daarbij, joh, ik wil gericht eruit halen wat erin zit. Ja, jij zal hoogstwaarschijnlijk een zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht hebben hoger dan 60. Ja. Want ja, dan moet je gewoon aan de bak. Want ja, dan heb je fysiologisch wat aanleg. Ja. Dus dan is het zo dat je snel thuis kunt zijn met die marathon. En dan moet je ook gewoon wel hard doorlopen. Oh, en dan is het dus afhankelijk van die hartslag die eruit komt. Ja, moet je gewoon aan de bak. Dus dat idee dat ik denk, goh, dat sportrustenprogramma, dat Sky kan, dat klopt wel. Maar dat komt omdat ik in die inspanningstest vrij lekker gescoord heb. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik weet nog toen ik zelf op een gegeven moment met dit schema mijn eerste marathon ging lopen op hartslag. Toen belde ik Stans iedere week op. Ik zeg, joh, Stans, dit klopt niet. Nee. Je bent gek, dit kan niet waar zijn. Ik moet zo hard. Ik loop zo hard kan ik toch niet 3 uur ik lopen. Niet, ik haal mijn hartslag neer. Zo laat staan dat ik dat dit de marathon vol kan houden. Precies wat ik nu voel. En dan lachte Stans mij. Zeg, je bent gewoon een laaie donder geworden. Je, is dat het? Vogels kijken is je favoriete training zeker, maar ga het maar doen. Klopt, en dan merk je inderdaad, toen gaf zij me op een gegeven moment een tip, toen ik denk, ja, het klopt niet. Zij is, dan gaan we eens in 10 kilometer lopen, andere mensen erbij. Ja. Want ze weet, als ik in mijn uppie in het bos loop, dan ben ik lui. Het is moeilijk maar om te pushen. Maar als ik een startnummer op heb en er lopen nog 10.000 anderen mee, ja, dan ineens wil ik wel. En toen zag ik inderdaad dat mijn hartslag ineens gemiddeld gewoon 15, 20 slagen erboven lag. Ah, en dus dat het kan dat fysiologisch wel. Ja. Maar inderdaad, om dat al die trainingen te doen, ja, dan merk je ook dat je wel 100 dagen de tijd nodig hebt om je lijf eraan te wennen, om het erin te houden. En dat je de eerste helft van het programma denkt, joh, zo hard, dit kan niet. Dat is heel herkenbaar voor mensen die hard kunnen lopen. Nou, dat is een enorme geruststelling voor mij, maar misschien ook voor jou als je zit te kijken. Dat hoort er dus een beetje bij. Wat ik nu doe, maar dan misschien moet je dat nu even uit mijn hoofd kletsen. Ik laat het nu een beetje los, zeker want ik kom nu, hè, dag 52 bij de 12 kilometers en dan wat langer. Ja? Denk, ja, maar reet, ik wil dat gevoel hebben dat ik denk, oh, dit is een tempo wat ik straks 3,5, 4 uur kan volhouden. Ja. Dus ik ga langzamer trainen, merk ik. Is dat dan precies wat ik niet moet doen? Maakt niks uit. Als jij voor lief neemt dat je straks bij de marathon er 10 minuten langer over doet dan ja, je zou dat kunnen. Ja, dat is zo. Hè? Dat is mijn allereerste marathon ooit. Maakt mij niks 10 uit. 10 minuten langer of kort, ja, dan is dat natuurlijk een prima insteek. Okay. Als jij begint te zeggen, ja, ik wil het maximale eruit halen, ja, dan moet je je ook... Exact. Dus dat wel, helpt even om het schema te interpreteren. Nou, als je nou concreet wil zien hoe ik dat aanpak, volg mij dan ook even op Strava. Ga op zoek naar Gerrit Heikoop uit Leersum. Daar log ik al mijn trainingen. En ik vind het leuk om samen te trainen. Dus als jij mij volgt, dan volg ik jou weer terug. En dan kunnen we samen zien hoe we verder gaan naar de marathon, triathlons of wat er ook maar op ons pad komt. Tot slot, als je maar 14 kilometer traint, hoe hou je dan je kop recht? Nou, dat deelt Koen 5 hele concrete tips voor. Ik noemde het zelf in vlog 8 al en misschien zul je die ook heel vaak horen. Ik hoor het bij een paar mensen om me heen die sportrusten doen. Het mentale aspect. Want ja, je hebt toch altijd maar maximaal 14 kilometer gelopen. Hoe vertaal je dat naar 3 keer zo ver? Hoe krijg je nou het zelfvertrouwen dat je lijf dat gewoon kan? Ik had er een briljante tip voor. Ja. Die totaal niet werkt. Bij de meesten. Ja, maar bij jou ik wel. Bij mij werkt het heel goed. Ik had het gewoon opgeknipt in mijn hoofd in 3 stukjes van 14. Ja, dus dat doe ik nu ook. Ik heb 14 heel vaak gelopen. Dus ik start, ik loop 14 kilometer. Dan ben ik bij 14 kilometer. Denk ja, ja goed, dit had ik ook al zo vaak gedaan. Nog eens 14. Dan ben ik bij 28 kilometer. En als ik dan weer 28 kilometer ben, dan denk ik nou ja, van hier nog 14. Want ja, dat heb ik zo vaak gedaan. En dan ben ik er. Ja. Dat klinkt eigenlijk simpel. Zo denk ik nu. Zo denk ik het nou opgelost. Ja, maar dat is ook prima. Alleen voor de meeste mensen werkte dat toch niet. Oh. Omdat ze toch zenuwpees gingen. Omdat ze toch dachten, ja, klopt het wel. Lopen met mensen die het al een keer gedaan hebben. Mensen met dezelfde loophistorie. Mensen met hetzelfde doel.
als je van die mensen hoort, het werkt prima en het komt wel goed en je kunt het. Dat werkt natuurlijk gewoon. Ja. Gewoon in die trainingen zeggen van joh, ik kan dit wel, dit gaat prima en het werkt, dat helpt. Wat ik eigenlijk niet mag zeggen. Maar wat de meeste mensen eigenlijk doen die 14 kilometer lopen, is stiekem toch een keer een halve marathon. Stiekem toch een keer een 25 kilometer. Nee, dat niet. Een halve ga ik doen, ja. Om gewoon te kijken van hey, die sprong van 14 naar ineens een stuk erbij. Hoe landt dat? Hoe gaat dat? Nou ja, dat is natuurlijk prima. Als dat je de rust geeft die je nodig hebt, doe je dat. Knip je daarna een keer een trainingje weg. Ja. En dan kun je dat op die manier prima opvangen. Maar ik denk dat wat voor dat mentale stuk het belangrijkste is, is dat inmiddels echt wel gewoon duizenden mensen het op deze manier doen. Dit hebben gedaan. Denk ja, goed, het werkt. Nou, tot zover Koen, dankjewel. Graag gedaan, succes. Nou, en mocht jij nou zitten te kijken en misschien al ervaring hebben met het lopen van een marathon, wil je dan eens met me delen hoe het bij jou in je hoofd ging? Want dat is langzamerhand een van de dingen die me wel begint te fascineren. Hoe hou je nou die hele lange tijd en al die kilometers je kop recht? Want ik vertelde vorige week in vlog 14 ook al dat ik best wel geraakt ben door hoe erg het effect is tussen wat je denkt en hoe je vervolgens kunt presteren. Dus laat het hieronder in de comments vooral weten. Als je nou nieuwsgierig bent hoe het mij verder vergaat in de wereld van triathlon in Nederland en op mijn route naar de Marathon van Rotterdam, abonneer je dan nu gelijk ook even op mijn YouTube kanaal. Want iedere donderdag probeer ik een nieuwe vlog te publiceren over wat ik op mijn reis allemaal tegenkom. Dank voor het kijken. Ik hoop je volgende week weer terug te zien in vlog 16. Tot dan! Oh.